De belangenvereniging Dijkvak 14 die staat voor de belangen van de bewoners van de dijk, van dit stuk dijkvak. En nu zetten we ons nog steeds in voor het onderhoud van de dijk en de lichtplaatsen van de bootjes. Een tijdje terug kwam natuurlijk de dijkvisie naar buiten en daarin werd gewag gemaakt van het feit dat er toch weer misschien sprake zou zijn dat de dijk, het nieuwe stuk dijk wat hier aangelegd is, opengesteld zou worden voor fietsers en wandelaars. Ja, daar schrokken wij natuurlijk enorm van, want het was nou juist hetgene waarvoor wij, waartegen wij heel lang gestreden hadden. Dus we zijn daar op een afspraak geweest en hebben ons punt nog eens duidelijk gemaakt. Gebleken is dat inderdaad de afspraken die in het verleden zijn gemaakt door ons over het hoofd waren gezien. En dat hebben we dan ook keurig opgelost. En we zijn blij dat Rick van der Weg naar ons toegekomen is. Want als we weten wat er leeft, dan kunnen we er ook wat mee. Ik zou niet met alles wat je op je leven hebt gelijk gelopen zeuren voor het kleinste, het minste en geringste. Maar als je gewoon een punt hebt, gelijk toestappen en dan wordt er volgens mij serieus mee omgegaan.